En dan nu? Geachte leden van de raad. Hallo kijkers, in de Vasem, hier achter mij, heb ik al een jaar of acht mijn atelier. En samen met een 30-tal andere culturele bedrijven is dit een fantastische werkplek en een leuke culturele hotspot van deze stad geworden. 2 jaar geleden heeft de gemeenteraad besloten om dat een permanente bestaan te gunnen. Goed, daar zijn we voor in overleg gegaan met Standvast Wonen. En die hebben in juni afgehaakt aan het hele plan vanwege de crisis. Dat wisten wij pas in juni en een dag later lezen wij in de krant dat de gemeente al weken, maanden eerder een opdracht heeft weggezet bij Haskoning voor een haalbaarheidsonderzoek naar een oorlogsmuseum in dit pand. Een hele vreemde gang van zaken, te meer daar het helemaal tegen alle afspraken met de gemeenteraad is. Wij vinden dat oorlogsmuseum veel beter in dit pand van CP Kelco kan komen. Dat is namelijk wel gebruikt in de Tweede Wereldoorlog, dat bestond toen al. Dit pand is in 1948 pas gebouwd en opgeleverd in de jaren 50. Goed, dat is een beetje geschiedenis, maar het vreemde is dat zo'n wethouder dat zomaar ineens kan doen. Je moet dan weer allerlei formele wegen gaan bewandelen om daar inspraak en meespreken in te krijgen. En vorige week woensdag was er de burgerronde waarin wij dan 3 minuten spreektijd kregen en gelegenheid om vragen van gemeenteraadsleden te beantwoorden aangaande de gang van zaken. De wethouder van cultuurhistorie, die daar ook was en die hierover gaat, die was er ook bij. En ik heb voor u gefilmd hoe geïnteresseerd zij zit te luisteren. U ziet voor Stichting Cultuurspinnerij de Vasem als inhoudelijk partner. Nou, wij zagen vol vertrouwen dat partnerschap tegemoet. Alleen in de gesprekken tussen gemeente en Standvast Wonen is de cultuurspinnerij geen enkele keer rechtstreeks betrokken geweest. De cultuurspinnerij is gaandeweg, ondanks alle goede intenties, als partner gereduceerd op bagage in de rugzak van de woningbouwvereniging. Binnen het veranderde economische klimaat is het draagvlak voor dit project binnen Standvast Wonen verdwenen. In het haalbaarheidsrapport van Standvast Wonen zijn er eigenlijk gewoon niet gekend en nauwelijks geraadpleegd. En met de duidelijk getrokken conclusies zijn we het dan ook niet eens. Alleen nog voordat officieel bekend werd dat Standvast Wonen de samenwerking zou staken, is het college al begonnen met het ontwikkelen van plannen voor een oorlogsmuseum in de Vasem. En dat vinden wij wel een hele rare gang van zaken, dat zij dan eerder op de hoogte zijn dan wij. We zijn begonnen met een leeg, stoffig gebouw. En dat is 10 jaar geïnvesteerd door meer dan 40 culturele ondernemers. En binnen de beperkingen van vergunningen en bestemmingsplan en regelgeving zijn we gegroeid naar 81 arbeidsplaatsen, een totale jaaromzet van 4 miljoen euro en in 2011 voor ons referentiejaar 100 grote en kleine activiteiten op het gebied van kunst en cultuur met zo'n 21.000 bezoekers. Wij vragen dus u om de cultuurspinnerij te vragen om alsnog de kans te geven om samen met Stichting Boei en eventuele andere samenwerkingspartners onze plannen te verwezenlijken. Ze is oprecht geïnteresseerd, dat zie je zo. Dat oorlogsmuseum gaat niet door, dat kunnen wij u nu al vertellen. Daar is namelijk helemaal geen geld voor. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Zij is overigens al 5 jaar niet meer in de Vasem geweest.